Bart, wil je nog even voelen? Goedemorgen allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Deze vlog word ik geopereerd. Ja, het is vandaag dinsdag. Ik ben best wel druk, want ik moet nog even wat editen. Nog een paar campagnes afmaken. Want ja, straks kan ik natuurlijk even een aantal dagen niks. En dan morgen is de laatste dag voor de operatie. Dus dan wil ik eigenlijk ook een beetje rustig aandoen. Niet al te veel stress in ieder geval, als het gaat lukken. En gewoon, je kent het wel, even lekker je bed verschonen. En dat soort dingen is morgen. Vandaag is nog even werk. Gisteren was echt wow. Ik heb echt, I don't know hoe ik het allemaal heb gedaan, maar ik heb echt heel veel gedaan gisteren. Dus ja, ik ben wel goed voorbereid. En ik heb er ook wel een soort van frisse zin in. Dus ik heb wel heel erg op dit moment zoiets van, let's go. Nu gaat het ook gewoon gebeuren. Ik heb trouwens allerlei kleding ook. Die moet ik ook meenemen naar de operatie. Het is echt hele sterke, niet uit te rekken BH's. Twee BH's en twee broeken heb ik. En dat moet ik dus ook, ik geloof, vier weken dag en nacht aan hebben. Wow, wow, wow. Ik heb trouwens net ook wat opgenomen voor de video die dus echt helemaal over de operatie en vooral ook het eindresultaat gaat. Dus die komt dan ergens in juni komt die online. Maar als je alle vlogs gewoon kijkt, dan zul je eigenlijk hetzelfde zien. Alleen dat is dan even samengevat in één verhaal met waarom ik het doe. Het begon ongeveer 2,5 jaar geleden alweer. Toen werd ik voor het eerst gewezen door wat vrienden die wisten dat ik borstimplantaten heb op artikelen die ze tegen waren gekomen. En volgers ook die ik heb op Instagram die mij daar ook op wezen. En ook vooral omdat ik best wel vaak aan het klagen was over vermoeidheid. Nou, ik ben natuurlijk moeder, dus dat is wel eigenlijk een symptoom, een iets wat te vaag is om als klacht te benoemen voor het hebben van borstimplantaten waar je ziek van kunt worden. Maar vermoeidheid is wel nummer 1 van deze klachten die hierbij komt. Het bleek ook nog eens dat ik ook nog borstimplantaten heb van een merk wat ook een keer teruggeroepen is. Er waren nog veel meer dingen echt schokkend voor mij. Bijvoorbeeld ook dat je borstimplantaten niet alleen kunnen scheuren, maar ook echt gaan zweten. En dat het risico op zweten na 5-10 jaar extreem veel hoger is, omdat ze er dan al langer in zitten. Je lichaam vreet het een soort van aan. In 32% van de gevallen van alle implantaten scheuren ze binnen 10 jaar. Ja. Dat staat ook in de rapporten van de FDA. Ja. Ik een trappetje op, ging mijn hart echt keihard tekeer. Maar echt niet een beetje, maar echt keihard. En ik dacht echt, dit is mijn laatste ademhaal. Wat blijkt, siliconen borstimplantaten gaan zweten. Dit zorgt ervoor dat giftige stoffen in het lichaam terechtkomen. En dat kan weer leiden tot een hele waslijst aan gezondheidsklachten. In 2018 is Radar samen met Dagblad Trouw de initiatiefnemer van een wereldwijd onderzoek naar implantaten. Die Implant Files. Wereldwijd verschijnen verhalen over onveilige implantaten. Frankrijk besluit daarna om de populairste siliconen implantaten, die met een ruwe buitenkant, in de ban te doen. In Nederland wordt er wel over onze bevindingen gesproken in de Tweede Kamer, maar er verandert niets. Ongelooflijk ingewikkeld dilemma. Wel wordt erkend dat deze ruwe implantaten een verhoogde kans op ALCL geven, een vorm van lymfeklierkanker. Je hoort echt heel veel klachten die ik ook heb, zoals een hoge hartslag. Ik heb wel eens een hartslag van 220 gehad tijdens het sporten. Ik heb dat ook laten controleren bij de huisarts. Er kwam niks uit, zoals bijvoorbeeld iets aan mijn schildklier. Dus het blijft gewoon altijd een beetje een vraag die blijft hangen van, goh, waar komt dat toch vandaan? Ik heb heel vaak aften in mijn mond. Ik moet heel vaak plassen op een dag. De hoofdreden is dat er op een gegeven moment in september, 1,5 jaar geleden, weer een nieuw onderzoek kwam. Deze heeft mij echt doen nadenken en eigenlijk ook wel een beetje gewoon het laatste duwtje gegeven om de afspraak te maken voor een consult. En dat was dat het dus echt zo is dat de borstimplantaten gaan zweten na 10 jaar. En deze zitten er 10 jaar in. En ik dacht van ja, al zijn de klachten op dit moment nog heel vaag en weet ik niet zeker of het daarvan komt, dan nog wil ik echt geen risico meer lopen om dat over een paar jaar wel allemaal te hebben. En dat ik denk, ja, nu ben ik te laat. Want als de klachten heftiger worden, dan ben je te laat. Ze kunnen het niet meer uit je lichaam terughalen. Dan moet je een heel detox-kuur en alles gaan doen. En dat kan wel jaren duren voordat je daar dan
vanaf bent. Dus, tijd voor actie, dacht ik. Goedemorgen, daar zijn we dan. One day before. Ik begin elke ochtend met deze. Dat doe ik in een glas. Dit is probiotica. Ja, wil je een broodje? Ja? Ik heb net even een shake gemaakt. Daarin zit banaan, havermout, granaatappelpietjes, blauwe bessen, 2 blokjes spinazie en water en nog een klein beetje sojamelk. Zo zien jullie eens hoeveel ik eet op een dag. Want Bart die kwam net brinta maken. Die is de laatste tijd helemaal, dat is heet, into de brinta. En toen vroeg hij of ik ook wilde. Dus ik heb nu een grote kom brinta met sojamelk en een beetje honing. Even een mega pan met gezond eten gemaakt. Zoals je kan zien. Dit is hetzelfde recept wat ik 2 weken geleden had gemaakt. Echt heel erg lekker. En wat ik heb gedaan, toen had ik dus ook een hele grote pan gemaakt. En daar heb ik echt wel 3 dagen of zo van gegeten. Op een gegeven moment komt het wel een beetje je neus uit. Maar ja, de komende dagen zal het toch wel even zo moeten. Want ik denk dat ik niet zelf kan koken de komende dagen. En Bart is niet echt een keukenprinses, helemaal niet op het gebied van gezond eten maken. Dus dan ben ik in ieder geval voorbereid. Al mijn sieraden heb ik afgedaan. Helemaal kaal voel ik me. Ik ga morgenochtend nog even uitgebreid douchen. Goedemorgen, vandaag is de dag van de operatie. Ik ga zo even uitgebreid douchen. Dat stond ook in de voorschriften van douche nog eventjes uitgebreid. En dan is de operatie pas om 1 uur. Dus ik moet me om 12:30 melden in het operatiecentrum in Amstelveen. Wat ik best wel lastig vind. Normaal eigenlijk altijd als ik geopereerd word, klinkt echt alsof ik heel vaak... Wow, er zit een buizerd op onze boom buiten. Oh, hij vliegt weer. Normaal als ik dus geopereerd word, wat dus klinkt alsof ik heel vaak geopereerd word. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Maar ik ben dus een keertje of 4 geopereerd, zoiets. Nou, 1 keer was echt onder tijdsdruk, dus... in een acute situatie. Dus toen dacht ik alleen maar... breng me nu onder narcose alsjeblieft. Maar de andere keren was het eigenlijk altijd in de ochtend. En dan, dan word je wakker en dan is het gewoon bijna al zover. En nu heb ik de hele ochtend om me druk te maken. Plus, ik mag niks eten. Ik heb gisteravond dus avond gegeten. En daarna heb ik niks meer gegeten. Ik mocht eigenlijk tot 12:00 nog eten. Maar ik was in slaap gevallen op de bank. En nu moet ik het volhouden. En dat is best wel lastig. Vooral als iedereen gewoon net lekker aan het ontbijt zit. En dat eigenlijk je ritueel is elke ochtend met het gezin. Nee, ik niet vandaag. Het valt eigenlijk heel erg mee met de zenuwen. Gisteravond was ik eigenlijk wel een beetje gespannen dat ik in bed lag. Maar ja, je kent het wel, 's avonds maak je altijd meer druk over alles. En nu, eigenlijk ben ik wel fijn. Maar ik denk dat als ik... onderweg daarheen ben, dat ik wel een beetje zenuwachtig word. Oké, volgens mij heb ik alles. Oortjes, paspoort, telefoon, sokken. Ik wilde het net zeggen. We gaan zo. Niet zo hard rijden. Ik wil er niet al zijn. Jawel. Nog 17 minuten en we zijn er. Bart, wil je nog even voelen? We moeten niet te zwaar tillen.
Weet je wat ik altijd zo irritant vind? Dat je dan zelf naar die operatiekamer moet lopen en op zo'n koud ding moet gaan liggen. Ik kan er wel heen lopen. Alsof je erop gaat liggen, maar nee, daar heb je niet zo. Nee, maar dan voel je echt zo'n stuk vlees. Snap je wat ik bedoel? Nee, toch ook? Gewoon een boek. Vlees. Maar het is lekkerder als je gewoon... Kijk, als je in het ziekenhuis ligt, dan lig je gewoon in een bed. En dan rijden ze dat bed naar de operatiekamer. Ja. Bijvoorbeeld toen ik mijn ogen ging geopereerd werd aan mijn ogen. Of toen met die bevalling. Ja, dan heb je het allemaal niet zo door. Dan lig je gewoon in een bed en in één keer paf, gebeurt het. Paf. Maar nu is het echt van, nou, dan gaan we nu naar de operatiekamer lopen. Loop maar achter ons aan. En loop je dan in je onderbroek met zo'n blauw schort aan. Mm-hmm. Schrikkelijk. Yep. En dan ga je op zo'n koude metalen tafel liggen, net zoals bij Dexter. Ah! Een zeil over je heen en dan komt er iemand... Zo voelt het wel, ja. Komt er iemand met een kettingzaag aan en die houdt zich in de kou. Bart, nu opbouwen. Dit is echt niet leuk. Ik geef gewoon een inkoppertje. Jij begint erover, hoor. Voelt er niks van, je bent helemaal weg. Je gaat gewoon even lekker pitten. Ga je herstellen, dan lig je alleen maar lekker in je bed te rotten en ik ga je helemaal zorgen. Gewoon een mini-vakantietje. Ja, is goed. En ik krijg allerlei pijnstillers vast. Oh, dus nog lekker space erbij. Nou, wat wil je nog meer? En hier zit ik in de wachtkamer. Mocht ik mij gaan omkleden met dit mooie outfitje. En hier mocht ik lekker gaan liggen. Ik voelde me echt super goed op mijn gemak. De vrouw die me verzorgde, die ging lekker met me kletsen. Waardoor ik niet zenuwachtig was. En hey, dit is al het beschuitje na de operatie. Zo snel ging het ook echt, jongens. Ik ben zo blij. Echt, ik heb er geen woorden voor. Het was gewoon... in alles top. De operatie, hoe ik ontvangen werd, daar begon het allemaal mee. Dat is zo belangrijk. Zo vriendelijk waren de mensen en ik werd zo gerustgesteld. Ik was helemaal zen. Ik was helemaal niet meer zenuwachtig. En ik moest wel een tijdje wachten en toen was ik uiteindelijk aan de beurt. Toen liep ik de operatiekamer in. Daar werd nog een keer alles gecheckt. Er waren echt super... veel mensen aan het werk, dus het voelde heel veilig of zo. En er waren twee anesthesisten die echt ontzettend lief waren. Ik mocht op mijn buik gaan liggen en ik kreeg een kapje. En het voelde zo lekker, dat wegvallen. Het duurde volgens mij wel eventjes voordat ik wegviel. Maar het ging heel langzaam. En toen dacht ik echt, toen ik wakker werd, dat ik maar 5 minuten was weg geweest. Zo voelde het. En toen werd ik geholpen met mijn pak aandoen. Ik kreeg een beschuitje, wat te drinken. En toen zei ze, ja, straks komt de arts Niese. Die komt nog eventjes naar je toe om te vertellen wat hij allemaal heeft gedaan. En toen kwam die aan en ik had al stiekem naar mijn borsten gekeken. En toen zei hij, ja, ik heb toch nogal wat vet kunnen weghalen uit je dijen. Nou, eigenlijk zeg maar dat stukje onder mijn bil, op mijn benen. Dus ik dacht, en de insteek was ook ongeveer 20 milliliter. Ik weet niet of ik dat alles had verteld aan jullie. Of ja, nou dat is echt een heel klein beetje vet. En het is dus uiteindelijk 170 geworden. Dus ik zeg tegen hem, oh, in totaal? Hij zegt nee, per borst. En je weet natuurlijk niet of al dat vet blijft zitten. Grote kans dat de helft weggaat. Maar hij zei... daar moet je niet aan denken. Je moet gewoon denken, het blijft zitten. En ik voel nu een beetje steekjes. Een beetje branderig gevoel. Maar dat is het. Maar ik zit nu nog onder de medicijnen. Morfine heb ik volgens mij ook gehad. Ik heb een zakje hier. Voor de medicijnen voor vannacht. Nou ja, we gaan het zien. Bart is eventjes de appie ingerend voor wat eten. Ik had wel allemaal dingen gehaald. Maar alleen maar gezonde dingen. Precies, nog even wat erbij aan het halen. Hey Dietje, lig je zo lekker bij mij? Goedemorgen, deze morgen. Kijk eens wie er naast mij ligt en niet op school is. Waarom ben je niet naar school? Omdat ik ziek ben. Hij kreeg een enorme hoestbuien vanaf gisteravond al. En vanochtend was hij zo erg aan het hoesten. Toen zei Bart, ja, zullen we maar thuis laten. En ik zelf heb van 2 uur 's nachts tot 5 uur geslapen.
Want eerder kon ik niet in slaap komen op mijn rug. En ik werd op een gegeven moment ook echt om 5 uur weer wakker van de pijn in mijn rug. Ik kan gewoon echt niet op mijn rug slapen. En als ik op mijn zij draai, ja, dan doet dat ook pijn. En dat mag ook en eigenlijk kan, niet. Dus. En je kan ook niet zo liggen hoe ik lig. Nee, niet met mijn armen zo helemaal omhoog. Nee, dat is ook niet zo'n goed idee. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Dus ja, ik ben heel beperkt in beweging. En ik beweeg normaal heel veel in mijn slaap. Dus daarom zit je nu ook nog in bed. Want ja. Jij bent ook even je borst gerefereerd. En dan moet je ook lang in bed. Wat zeg je? Wat hebben ze gedaan? Bij mama, je er? Je borst gerefereerd. En dus daarom... Dus daarom... Ja... Dat is een mooi verwoord. Mijn borst gerepareerd. Ja. Dus daarom moet hij ook lang slapen. Dus. Ja. Hier, kijk, mama ligt nog te slapen. Ja, ik probeer nog even te slapen. We gaan nog even een beetje rustig. Rustig gaan doen vandaag, hè? Lekker liggen vandaag, de hele dag liggen. Kan jij dat, denk je, Jax? Mama wel, hoor. Ik heb heel veel champignons doorgegooid. Want ik vind het super lekker. Maar wist je... Oh, heb ik hier nog wat? Dat champignons super goed zijn voor je huid. Het zorgt voor een goede conditie van je bindweefsel. En dat is dus je huid, je kraakbeen en je bloedvaten. Nou, dat is natuurlijk super belangrijk voor mij nu. Voor iedereen altijd, maar nu extra. Goedemorgen, we zitten. Het doet een beetje pijn, maar veel beter geslapen dan gisteren. Vannacht had ik een kussen een beetje in mijn rug gelegd, waar ik dan een beetje tegenaan kon draaien. Dat was wel lekker. En zo heb ik gewoon de hele nacht geslapen. Van 11:00 tot 6:30. Een heel lekker zonnetje met sneeuw erbij. Super lief, deze kreeg ik net van mijn moeder van Bobby, Alice. Die stond voor de deur. Nou, waar ik heel blij om was, is dat het beter gaat met Jax. Vanochtend was hij nog wel een beetje hangerig, maar daarna was hij ineens super veel aan het ontbijten. Werd hij weer vrolijk, was hij minder aan het hoesten. Vannacht had hij ook bijna niet gehoest. Dus ik was zo blij dat ze... lekker naar de verjaardag van vrienden van ons konden gaan. Bart haalt Jola op. Jola is trouwens gisteren naar een zo'n tiener soort discofeest geweest. Speciaal voor jongeren van, ja, ik geloof iets van 12 tot 15 die leeftijd. Misschien nog eten tussen mijn tanden, ik heb net gegeten. Maar dat heeft ze enorm leuk gevonden. Ze was met 2 vriendinnen en daarna is ze bij een van die 2 vriendinnen blijven slapen. Ze werden natuurlijk wel opgehaald door de ouders. Sterker nog, die waren gelukkig daar de hele tijd vlakbij in de buurt. Om een beetje oogje in het zeil te houden. En nu heeft Bart haar opgehaald en zijn ze dus naar de verjaardag in Purmerend gegaan. Dus ik ben gewoon lekker alleen thuis. En dat is echt... Oh, zo lekker. Oh, ik heb dus de hele tijd heel veel trek. Ik eet echt veel. Dus ik ga mezelf nu weer uit bed halen voor iets van... havermout, zat ik aan te denken. Dit is trouwens het pak wat ik dus de hele tijd aan heb. Met hier een BH en dan dit zit helemaal zo. Hier overheen zit een onderbroek. Zo dat. Zodat je dus kan plassen gewoon door alleen je onderbroek uit te doen. En dan zit hier een gat onder. Dus dan hoef je niet dat hele pak uit te doen om naar de wc te gaan. Dat is wel handig. Maar... het is wel echt doorbijten, want dat pak zit echt onwijs strak. Zo, ik heb lekker gegeten en weet je wat ik even aan het bestuderen was? Daar zijn ze. De implantaten. Kijk, je ziet ook een beetje dingetjes zitten of zo. Ik weet niet of je dat kan zien.
Hij heeft moeite om daarop scherp te stellen. En ik heb moeite om daar dichtbij te gaan. Ik laat het anders een andere keer nog wel zien. Want ik kan niet zo overeind blijven, maar ja. Dit zijn ze. Gek, hè? Dat dit gewoon een paar dagen geleden nog in mijn lijf zat. En nu gewoon in mijn handen. Dat is echt heel gek. Ze zijn ook echt super zwaar. Als ik dit nu vast heb, hè, dan denk ik echt, jeetje meid, dat is toch ontzettend zwaar om altijd maar met je mee te zeulen. En dat is toch ook super slecht eigenlijk voor je houding, voor je rug, voor je, om dat gewicht zomaar aan één kant van je lichaam erbij op te gooien. Dit is trouwens 450 cc. Er zijn vrouwen met meer, maar er zijn meer vrouwen met minder. Dit is echt best wel veel. En deze ribbels die af en toe ontstaan, die voelde ik dus ook soms. Dat het dan een beetje zo zat of zo. En dan werd ik helemaal misselijk als ik dat voelde zo. Dan kon ik kreeg ik helemaal zo'n naar gevoel. Want dat heb ik echt al jaren. Alsof ik gewoon niet wilde weten dat daar iets zat of zo. Mijn haar begint wel super vettig te worden. Ik ben wel blij als ik vanavond kan douchen. Bleh. Zo onwijs lief. Ik heb van één buurvrouw plantjes gekregen. Van de moeder van Bobby bloemen. Van Wil bloemen. Jola die heeft het echt onwijs leuk gehad. Op haar discofeest. En gisteren gingen we Sof 3 kijken. Maar ik ben alweer meteen in slaap gevallen. Op de bank. Het is wel lekker. Want ik begon me heel erg te irriteren aan dat pak op mijn benen. Vooral met mijn kuiten. Het zit zo strak. I did it. Ik heb gedoucht. Ik heb dus het pak helemaal uitgehad. Echt heerlijk was dat. Hier schat. Ik deed het pak uit en de BH uit. Dus ik heb voor het eerst echt gekeken naar de borsten. Er zit wel een soort plakrand onder, wat ze ook nog een beetje overeind houdt. Dus ze zijn wel, even wennen. En ja, dat is logisch, want ja, er is gewoon heel veel uitgegaan, zoals jullie gisteren hebben gezien. En dat is natuurlijk heel normaal dat dan je huid helemaal opgerekt is. En ondanks dat er natuurlijk wel wat eigen vet in is gegaan, krijgt het een veel natuurlijkere vorm. Dus het zakt dan een beetje naar beneden. Ik denk dat het gewoon wennen is. Plus het wordt na loop van tijd nog steviger. Dus als het goed is. Maar ook dat ga ik maar gewoon zien. En ja. Ik verwacht ook niet ineens een supermooie ronde borst te hebben. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel meevallen. En het douchen ging ook goed. Het is wel gek om al die... Er zitten van die stickertjes dan zeg maar op de wondjes. En ik wist niet zo goed of dat nou wel of niet nat mocht worden. Dus het was niet een heel ontspannen gedouche. Want ik heb een beetje zo moeilijk gedoucht. Maar dat is niet erg. Ik ga dat wel even vragen bij de controle. Woensdag heb ik na controle. En dan ga ik even vragen of het oké is als dat nat wordt. En hoe nat dat mag worden. En wanneer dat eraf gaat. Misschien gaat het er dan trouwens wel af. Dat zou ook kunnen. Maar het was wel lekker om mijn haar weer even te wassen. Even niet meer dat vette haar. Ik denk wel dat ik verder gewoon zo blijf. Geen make-up en dergelijke. We go forever now. We go forever now, yeah. You know that I'm much sadder now. You would say you can do better, no. No, I won't let her, no. We go forever now, yeah. I gonna create the pressure, yeah. You would say you can do better, no. Even mijn schatje filmen die nu alles zo goed doet. Hey. Alles alweer bijna aan kant heeft. Zal ik stofzuigen? Ja. Ik had de bakken verschonen. Oh, wat goed. Ik
Ik zit na te denken wat ik weer kan eten. Veel boeiender kan ik het niet maken, het gesprek deze dag. Trouwens, jawel, wat ik nog wilde vertellen is dat Bart zo ontzettend lief is en mij zo'n ontzettend goed gevoel geeft hierover. Dat wilde ik toch nog even zeggen, want ja, natuurlijk heeft hij daar altijd achter gestaan. Want uiteraard is de gezondheid van je vriendin belangrijker dan haar borsten. Maar dat hij nu dan, op het moment dat ze eruit zijn, ook echt zegt van, eigenlijk past het veel beter bij je en het is gewoon hartstikke mooi en ja, hij geeft me gewoon zo'n fijn gevoel dat het mentaal voor mij ook veel makkelijker is om het gewoon te accepteren. En ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Ja. En hij zegt het ook omdat hij het ook echt vindt. Want ik weet hoe hij is. Hij zegt die dingen niet om mij een goed gevoel te geven. Zo is hij niet. Oh, ik had zo'n... Oh, ik moet even een lepel pakken in plaats van mijn vork. Maar ik had zo'n behoefte aan iets zoets. Bart en Jax gaan even de nieuwe maaimachine demonstreren. Die hebben we dus samen met de buren gekocht. Dus hij is niet alleen van ons. Maar van ons zijn de buren. En dit is hoe die gaat. Oh. Ik stapte uit mijn bed en ik voelde eigenlijk meteen dat ik veel minder pijn had in mijn benen. Dat ik veel makkelijker kon opstaan. Nog wel bij de eerste stappen, zeg maar, als ik uit mijn bed kom, dat ik het heel erg in mijn bovenbenen voel. En ik heb vannacht ook een paar keer een beetje op mijn zij gelegen. Eigenlijk zonder dus dat het na een week pas mag. Maar het voelde gewoon wel oké en het was maar heel eventjes af en toe. Ik had gisteren nog even opgezocht welke voeding precies goed is voor bijvoorbeeld het sneller herstellen van de huid. Oftewel littekens en wonden. En toen kwam ik eigenlijk ook precies op dezelfde dingen als die in het programma staan van de behandeling. En dat waren dus met name heel veel peulvruchten, rode vruchten of rood fruit, paarse groenten en paars fruit. Noten, ja, nog iets. Maar goed, het zal vast iets heel logisch zijn. De eerste week na de operatie heb ik echt helemaal geen moeite met het gezonde eten. Ik heb eerder moeite met ongezond eten. Ik heb gisteren wel zo'n klein stukje pure chocola gegeten. Gewoon eventjes voor de smaak. Ik ga vandaag en morgen, denk ik, nog een beetje werken vanuit bed. Gewoon lekker lang rust nemen. Bevalt me wel namelijk. En ja, af en toe kan ik weer een beetje wandelen door het huis. Ik kan een beetje licht huishoudelijk werk doen. Dus ik heb gisteren bijvoorbeeld even een wasje opgehangen. En koken, dat lukt weer. Dus dat kan ik ook gewoon zelf doen. En voor de rest autorijden, daar wacht ik nog even mee tot na een week. Dat staat er ook voor aangegeven, dat je pas na een week mag autorijden. Dus dan hoef ik ook de kinderen lekker nog eventjes niet weg te brengen of op te halen. Zo gaat het eigenlijk. Zo zit ik nu te werken. En ik ga deze vlog nu editen. Dus dankjewel voor het kijken naar deze vlog deze week. Het is behalve de operatie eigenlijk niet veel wat ik heb kunnen vloggen. Omdat ik eigenlijk de hele tijd in bed lig. Dus ja, we zullen zien of ik jullie volgende week weer wat meer van het dagelijks leven kan laten zien. Doei!